Welkom bij Harry de Ferry Man YouTube. Vandaag gaan we eens een keer iets heel anders doen. Ik ga niet iets voor de maasveren maken. Ik ga wel lassen. Dat ga ik toevallig wel doen. Hier ga ik iets voor maken. Voor de brandweer. We hebben binnenkort een brandweerwedstrijd. En het slachtoffer dat moet op een machine komen te liggen. Ik kan het nu wel vertellen, want nu is de wedstrijd geweest. Nu heb ik het filmpje post. Komt op een... Op een groot landbouwmachine komt iemand te liggen dat hij met zijn been is gevallen door een hydrauliekleiding. Dus die is naar beneden gevallen, hydrauliekleiding erin. Dan moeten we de hydrauliekkoppeling moet ik op een plaatje maken. Dan hebben we het zo kunnen maken dat de machine net of die daar hoort, die leiding. Maar door zijn been heen steken, dat gaat niet. Dus dan maak ik hier een scharnierend mechanisme van met twee draadeindjes erop. Of twee boutjes die ik erop las, dat weet ik nog niet. Maar deze hydrauliekpijp. Die is precies goed. Voor een draadeind van M8. Kun je mooi tappen. Ideaal. Dus hier gaan we daarvan maken. En dan ga ik in dit filmpje doen. Ik zal er nog een paar fotootjes bij doen van hoe de wedstrijd is geweest. Dus hoe het er in praktijk uitziet. Wat ik nou precies ga maken, want nu is het maar een raar ding. Je hebt net kunnen zien hoe we die in elkaar lasten. Die komt dus om het been te zitten. Past mijn bovenbeen erin. Wel de dunste kant van mijn bovenbeen. Dan komt het bovenbeen te zitten. Schroeven we een pennetje erop. Aan de andere kant nog een pen. En dan lijkt het net of het dwars door het been zit. Ze zitten er scheef op, omdat hij nooit echt door het midden van het been kan. Omdat daar een bot zit. Dus de pijp krom. Erheen gegaan. Dit plaatje schroeven we in het machine. Hier komt een bout te zitten, aan deze kant de lijmtang. Die ziet niemand meer, die zit ergens onder. En hier komt die leiding aan vast te zitten. Als je de foto's ziet van de wedstrijd, zal het je duidelijk worden waarom. Maar ik heb er in ieder geval een hydrauliekkoppeling op gelast. En nu moeten hier twee bochten in komen. Dat gaan we nu doen.
kijk, die zit zo. Dan moet de volgende bocht. Hier heb ik alles liggen, ik heb het zwart gespoten. Als dit filmpje online staat, online komt, dan is de wedstrijd daar geweest. Dus dan komen er ook, ik laat hier ook foto's zien van hoe het er in de wedstrijd uitzag, wat ik hier nou precies gemaakt had. Want het is een beetje een rare constructie om het zo te zien. Maar ik ben benieuwd. Dit moet het worden. Been er doorheen, pin kwam door het been heen en er is hij opgevallen. Dat kan toevallig bij de machine zijn, maar wezen kijken. Hij wordt hier aan de machine vastgezet. En hier zetten we lijmtang op, maar dat zit eigenlijk uit het zicht. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Nu komen er wat fotootjes van de wedstrijd. Dat je ongeveer kunt zien wat er gebeurd is. Vind je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe! En een bericht waar niemand op zit te wachten. Nee, zie je wel? Hup, weg.